Wij zijn gestart onder Jeff Hariet, toenmalig leraar van de academie hier in Esterdenberg. We hebben er allemaal les gevolgd en wij wilden dat gewoon naar de mensen brengen hier in de Zuiderkempen, die volgens ons, nu is dat verminderd en verbeterd, ik zal het zo zeggen, maar vroeger, tijd dat we daarmee begonnen, de mensen konden, degenen die geen wagen hadden, en dat bestond toen nog in de tijd, die konden niet naar de stad gaan zien, maar die raakten niet meer thuis. Met het openbaar vervoer. En dat was eigenlijk een van de grote redenen. En ik denk dat we daar aardig in gelukt zijn, want anders blijven we geen 45 jaar bestaan. Hè. We beginnen met een komedie, Spotgeesten, van Noel Coward. Een zeer bekende Engelse auteur. Het is een avond amusement en knotsgekke situaties. Dus mensen gaan een zeer leuke avond tegemoet als ze komen kijken. De moeder van David S., mijn lievelingsstuk, harde realiteit, liefde van de moeder voor haar kinderen. Ik wil mensen niet zeggen van pas op, drugs is slecht en met het vingertje wijzen. Dat wil ik helemaal niet doen. Ik wil daar, wat mijn doel met dat stuk is, zoals dat Willy ook zegt, die moeder en wat dat met zich meebrengt binnen dat gezin en op relationeel, emotioneel vlak. Dan zitten we bij onze jeugd, die een prachtig programma gaat brengen, zoals ze dat steeds doen. Waarom moeten de mensen eigenlijk komen kijken naar de Shake? En eigenlijk is dat omdat je heel veel talent gaat zien bij heel jonge mensen. Dus de Shake bestaat uit 24 mensen tussen 12 en 18 jaar. Wat leuk is, is dat daar heel veel talent onder zit, maar wat het voornamelijk heel tof maakt, is dat die mannen ongelooflijk graag willen en kunnen en bijleren. En dat is een bende dat ongelooflijk goed aan elkaar hangt. De derde productie voor de volwassenen is het al het testament van de duivel. Dat dus, voor mij was dat het geval als ik dat las, welke familie heeft dat nog niet meegemaakt, ruzie over een erfenis? Blijspel. Dus het wordt sowieso een hele grappige avond. Dat is althans toch mijn bedoeling. Maar we gaan sowieso op zoek naar de tweede laag, omdat ik hou wel van blijspelen met een beetje een schrijnend kantje, omdat ik dat het mooiste vind zelf. Ik heb het geluk dat ik een fantastische ploeg acteurs achter mij heb staan en ik ben er volledig klaar voor. Wij gaan dan naar het einde van het seizoen met onze vierde productie, een heel speciale productie van Arne Cyrus Martino. Heel speciaal geschreven. Ja, Arne Cyrus Martino, dat is een beetje het leven zoals het is. Voor mensen die houden van in de gloria momenten, van man bij het hond toestanden. En dan sluiten wij met een prachtig realistisch stuk van Walter van den Broek, Getelde dagen, waar dat wij twee van onze topactrices hun beste gaan laten zien.